Dit ben ik, Andy Ruther. Ik ben 15 jaar oud en woon in Nieuw-Vennep. In mijn vrije tijd ben ik vaak erg productief. Mijn interesse ligt vooral in het maken van video's. Ik ben vaak bezig met video's maken voor mijn kanaal. Als ik geen video's maak, dan doe ik bijvoorbeeld aan freerunnen en trampolinespringen. Ga ik naar de sportschool. Of ben ik aan het beatboxen. Maar wat vinden Andy's vrienden eigenlijk van hem? Waar zijn die vrienden? Welke vrienden? Andy heeft geen vrienden. Oh ja, dat is waar. Wat ik vind Andy vindt, ja, ik vind Andy eigenlijk een hele toffe gozer. Hij is altijd lekker bezig, hij is altijd gemotiveerd. Hij maakt altijd video's, altijd aan het schreeuwen in zijn kamer. Altijd tegen zichzelf praten omdat hij geen vrienden heeft. Maar ja, hij moet de pret niet verpesten, toch? Andy, ja, Andy is een hele rustig jongen. Die hoor je bijna nooit. Die is altijd rustig. Die is nooit druk. Nooit druk, altijd rustig. Die is altijd rustig, die is zo rustig, die hoor je gewoon niet. Die zit altijd in zijn kamer. Als de hele wereld zou zijn, zou hem niet door hebben. Zuurstof. Andy, Andy, ja, man. Het is echt zo'n... Lieve en spontane jongen. Heel erg aardig. Als het zou kunnen, zou ik hem helemaal... doodknuffelen. Het allerliefst zou ik toch wel een carrière willen beginnen in de online entertainment business. En ik denk dat de beste manier om dat te bereiken gewoon kaart doorgaan is en niet opgeven. Ik weet van alles wel redelijk wat. Niet van alles, maar van veel dingen. Wat ik zelf vooral doe is het bedenken van video's, het bepalen van shots, de shots filmen en het uiteindelijk allemaal monteren tot één video. Daarom wil ik graag deze opleiding doen, omdat ik zeker weet dat ik hier veel dingen ga leren en vooral de dingen ga leren die ik wil leren. Waar ik zelf wel goed in ben is... vooral glitch effecten, denk ik. En transitions. Shot bepalen, shot filmen. Waar ik helaas niet heel goed in ben, is het beëindigen van video's. Dus gelukkig ben ik wel goed in transitions.